Ja, hier stonden allemaal woningen. En dat is allemaal verdwenen. Het dorp Heiningen is gevormd door de watersnoodramp. En is ook getekend door de watersnoodramp. We staan hier op een plaats waar de meeste slachtoffers van Brabant gevallen zijn. Het dorp Heiningen verloor 76 mensen, 75 inwoners en 1 commando. In totaal zijn 247 Brabanders bij de ramp omgekomen. Wrakhout vanuit de polder was hier op deze dijk terecht gekomen, zoals op de foto's te zien is. De meeste woningen waren verdwenen. Hier stond bijvoorbeeld een kleine arbeiderswoningje half in de dijk. Die mensen hadden maar 1 deur, namelijk aan de achterkant. Daar woonde een moeder met een ongetrouwde dochter. Het water stijgt, worden verrast, kunnen niet weg omdat het water tegen de achterdeur aan staat en verdrinken precies hier op deze plaats waar wij nu aan de Hoge Heiningse dijk staan. Deze foto is gemaakt. Ik weet wie hier opstaan. En die mensen hebben er meer dan 2 uur over gedaan, of een stukje van 1 kilometer. Om het veilige kruispunt met de Oude Heiningse dijk te bereiken. Daar stonden BBA-bussen en voertuigen van het Nederlandse leger. Die de mensen hier al gelijk zondagochtend konden weghalen. Bijna iedereen die om het leven kwam in Brabant is bij de eerste vloed 's morgens vroeg omgekomen. In Zeeland, en zeker ook niet te vergeten op Goeree-Overflakkee, zijn de meeste mensen 's middags verdronken. Reden is dat Brabant, het rampgebied van Brabant, dus aan de rand lag en de hulpverlening gelijk zondagochtend op gang kon komen door mobiliseren van het Nederlandse leger. En het feit dat er in spoorwegnetwerken in Zevenbergen, Roosendaal, Oudenbosch aanwezig waren. En konden dus de hulpverlening georganiseerd worden. In het geïsoleerde Schouwen-Duiveland in Goeree-Overflakkee, ja, dat duurde dagen voordat men duidelijk had wat er nou precies daar speelde. Maar er werd niet over gesproken. En pas bij de herdenking in 1993... hier in Heiningen had ik voor het eerst het idee van, hey, ze gaan erover praten. En wel heel laat. En sommige mensen hebben nooit gesproken. Die hebben het meegenomen in hun graf.